President Santokki terug van de klimaattop in Glasgow. Duidelijkheid over uitgaven van het COVID-19-fonds. En Positive Parenting Program voor begeleiding van gezinnen. En Seldien in Nederland. Geen ideeën, concrete businessplannen zijn er nodig. Goeiedag. Dit is Regionieuws TV van 5 november 2021. President Santokki is in Suriname terug na zijn bezoek aan de klimaattop in Glasgow. Tijdens de bijeenkomst van de wereldleiders heeft hij het standpunt van Suriname kenbaar gemaakt met betrekking tot de klimaatverandering en de aanpak daarvan. Santokki is ingegaan op het belang van de deelname van Suriname. Een van de resultaten is dan ook de succesvolle gesprekken die zijn gevoerd met het Internationaal Monetair Fonds, het IMF. Dat ging over het steunverzoek van Suriname. Dat wordt binnenkort op het hoogste niveau bij het IMF besproken. In Glasgow heeft Santokki de ontwikkelde landen herinnerd aan hun belofte en de wereldleiders opgeroepen de gemaakte afspraken na te komen. Suriname, Bhutan en Panama zijn de weinige CO2-negatieve landen in de wereld en kunnen een belangrijke rol spelen bij het behoud van het klimaat. Directeur Gartje Halsekoel van het ministerie van Volksgezondheid heeft duidelijkheid gegeven over de uitgaven van het COVID-19-noodfonds en de aankoop van AstraZeneca-vaccins. Hij benadrukt dat alle uitgaven uit het fonds openbaar zijn. Hij gaf aan dat COVID-19 alleen de kop kan worden ingedrukt door de vaccinatiecampagne op hoog tempo uit te voeren. Er wordt gekeken naar alle mogelijkheden om de campagne verder te intensiveren, zodat een veel groter deel van de bevolking beschermd wordt. In de samenleving is er een misinformatie over de aankoop van AstraZeneca. Volgens de heer Sekoel waren de eerste 1000 doses gedoneerd door Barbados. Daarna kwam een donatie van 50.000 doses van India. Suriname heeft vervolgens zelfs 24.000 vaccins aangekocht in Italië. Daarna heeft SuvirSu betaald voor de tweede levering van bijna 29.000 vaccins. Die konden tegen een voordelige prijs gekocht worden. Een derde levering is ook betaald door SuvirSu. Dat ging om 26.000 doses. Nederland heeft ongeveer 250.000 doses AstraZeneca gedoneerd. Verder hebben China en de Verenigde Staten respectievelijk 100.000 doses Sinopharm en 140.000 doses Pfizer gedoneerd. Minister Seldien van Landbouw, Veeteelt en Visserij was hoofdgast op een bijeenkomst van de kenniskring Suriname in Leidschendam in Zuid-Holland, Nederland. Seldien nam ruimschoots de tijd om de situatie in Suriname toe te lichten, waarbij gesproken werd over de grondrechten en ook over de behoefte van Suriname aan concrete businessplannen. Geen ideeën, want daar kan maar niets mee. Hij gaf ook aan dat het goed ging met het komende inzaaiseizoen. Met de reparatie van 2 van de 4 pompen te Wakai zijn de paddyboeren aan de linkeroever van de Nikeri-rivier verzekerd van irrigatiewater uit het 66 kilometer lange Korontijnkanaal voor het aankomende inzaai. Ook maakte de regering zich hard voor een betere rijstproductie, zodat er zowel voor het binnenland als voor het export kan worden geproduceerd. De minister daarover. Suriname heeft veel rijst geëxporteerd in het verleden. Bij optimale productie, bij optimale inzaai, gingen wij ongeveer 1/3 van de totale productie behouden voor Suriname, voor eigen consumptie. En 2/3 was export. Helaas is het areaal teruggelopen van rond de 90.000 hectare inzaai op jaarbasis naar rond de 50.000, 55.000. Maar we hebben nu het beleid ingezet om dat weer op te krikken naar zeker rond de 80.000 hectare, waarmee we dan de helft van onze productie voor lokaal kunnen gebruiken en aan de helft kunnen exporteren. Ja, en betekent dat dan ook dat de prijs voor de mensen in Suriname zelf weer een stuk lager wordt? Kijk, we hebben daar te maken met een stukje vrije handel. Als die exporteur op de buitenlandse markt zeg maar $500 per ton kan vinden voor zijn witte rijst, dan gaat hij dat ook doorberekenen voor lokale, voor de lokale consument. Helaas is het zo, maar we hebben geen subsidieregeling daarvoor dat we de lokale consument zouden kunnen subsidiëren. Tot slot, als we praten over het investeringsklimaat in Suriname, moeten we ook niet kijken naar de mogelijkheden die er liggen op het gebied van bijvoorbeeld arbeid, die aanzienlijk goedkoper is in Suriname dan bijvoorbeeld in Nederland? Ja, natuurlijk, maar de vraag is, vind je nog
arbeiders om tegen de oude prijs te gaan werken. De kosten schieten omhoog. Zoals u eerder aangaf, voedselprijs gaat omhoog, brandstofprijs gaat omhoog. Dus de arbeider wil ook meer verdienen. Ik weet niet of arbeid goedkoper is dan elders. Als je kijkt ook naar het prestatieniveau. Ik denk dat we meer moeten halen uit mechanisatie van de sector, waar de prestatie hoger ligt. Mensen zijn eerder geneigd om in de hete zon op een machine te rijden dan met de hand te arbeiden. Is gewoon een fenomeen. En ik denk dat wij meer eruit kunnen halen. Dus vandaar dat nu het beleid erop gericht is om mechanisatie niet zwaar te introduceren in de agrarische sector, zoals bij de rest. Dan krijgen we nog de administratie. U heeft gezien dat Santokki heel veel heeft losgemaakt in Nederland. Het enthousiasme is groot. Maar kunt u dat ook allemaal kanaliseren in een bepaalde structuur waarin we met z'n allen wat aan hebben? Ik was nu anderhalf maand geleden met de president hier in Nederland. En er is ook een gesprek geweest met boeren uit Nederland zelf. En ik denk niet dat de animo er bestaat, of het is niet zo groot als men dacht, om boeren in Suriname te krijgen, Nederlandse boeren. Ten tweede, wat je ziet is dat de diaspora mensen uit Suriname hier in Nederland, dat zij ook grote belangstelling hebben om in Suriname te investeren. Maar als je nu serieus naar die mensen kijkt, dan zie ik ook daar animo dalen. In het begin was ze enthousiast, maar nu zijn er niet veel meer die denken om te investeren in Suriname, om welke reden dan ook. Dus concreet, er is een goede sfeer, maar er is concreet nog niet heel erg veel van de grond gekomen. Nee, ik zoek het meer in partnerschappen. Als er bedrijven hier zijn die sterk zijn bijvoorbeeld in marketing of verwerking. Know-how is er hier. De toegang tot kapitaal is hier ook veel makkelijker. Je hoeft, als je hier een fabriek neerzet, je hoeft de machines niet te kopen. Je kunt gewoon leasen bij die maatschappijen. Het is veel makkelijker om hier te ondernemen. Maar als zo'n ondernemer hier een partnership kan aangaan met een bedrijf in Suriname, welke de grondstoffen kan leveren, maar een dusdanig partnership dat er niet de ene partij denkt uitgebreid te worden door de andere, maar in openheid en met elkaar werken, dat zie ik daar wel grote kansen ontstaan. Maar dat zie ik al gebeuren in de visserijsector, waar Nederlandse bedrijven, afnemers, zich inkopen in bedrijven in Suriname en andersom ook. Waardoor een dusdanig huwelijk ontstaat, dat is sky the limit. En tot slot een COVID-update. De huidige situatie volgens het ministerie was gisteren dat er 38 mensen positief zijn getest. Er zijn 6 personen overleden en er liggen 60 mensen in het ziekenhuis, waarvan 19 personen op de intensive care. Sinds de uitbraak vorig jaar maart zijn er 1109 mensen overleden. Ons advies, houdt u aan de maatregelen. Tot zover het Regio Nieuws TV Suriname. Heeft u nieuws voor ons? Stuur uw berichten, eventueel vergezeld van foto's en video's, naar suriname@regionieuws.tv. Dank voor uw aandacht, een fijn weekende en blijf vooral gezond.